maken heel veel, wij doen heel veel zelf. En het is leuk om samen te werken met iedereen. Ja. En, fijne jongens allemaal? Ja, het kan ermee door, hè. Het kan ermee door. Een beetje een lauwe reactie, hè. Ik zie, ik zie hier allemaal vriendelijke jongens, toch? Of vergis ik me? Oké, ça va. En vanaf wanneer wist jij dat deze richting iets voor jou was? Maar ik was eigenlijk een beetje op zoek gegaan naar wat ik wou doen. Aha. En mijn vader is geluidstechnieker. En dan ben ik dan gaan opzoeken naar die richting. Ja, het cliché is dat techniek, zeker dergelijke richtingen, niet echt iets voor meisjes is. Doorbreek het cliché. Nee, het is perfect ook gewoon doenbaar voor meisjes. Aha. Dus, ja. Het is niet enkel voor mannen. Ja, niet enkel voor mannen. Ik zit nu in het zesde. Ik heb in het vijfde een klein foutje gemaakt. Ja. Maar eigenlijk vond ik het zo interessant dat ik dacht, ik doe het vijfde nog eens. Toffe uitleg, jongen. Maar het is hier heel leuk. Ook een leuke klas. Ja, ik heb het indruk. Ja. Ja. Ja, we komen heel goed met elkaar overeen. Ja. Ik ging net een lichtstand maken. En wat zijn je ambities? Ik zou wel graag eens op iets grotere festivals staan. Staan met podiumtechnieken of als DJ? Eigenlijk liefst met podiumtechnieken. Ja, zo. Dat vind ik toch nog iets leukere dingen dan als DJ zijnde. Ja, prima. Jullie lijken mij inderdaad een toffe groep.